vechtpartij hier beneden. Wat gebeurde hier? Vanwege corona wordt de ingang, als het te druk is, wordt afgesloten. En helaas vanwege de drukte, dan gaan de mensen via de achterkant gaan ze de hekken overheen klimmen, gaan ze de hekken bestormen, dat soort dingen. En dan, ja, dan loopt het gewoon mis en vanwege corona dan moeten we helaas de kermis stopzetten. Ja. Dus dat is eigenlijk kort samengevat. Heb je dit eerder meegemaakt hier? Hier in Almere vorig jaar een keertje, maar nooit zo gek als dit. Op andere kermissen ook niet. Want om hoeveel mensen praat? Op het terrein mogen maximaal 8000 bezoekers. Oké, en 900 tegelijkertijd geloof ik? Ja, klopt. Ja. En wat stormde er net ongeveer naar binnen? Nou, binnen 5 minuten dan gaan er zeker wel 150 man in. Hoe voelde jij je op dat moment? Ik ben het zelf wel redelijk gewend. Ik kom van een kermisfamilie, dus ik ben het eigenlijk wel gewend. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling en voor de bezoekers en voor de exploitanten is het gewoon niet fijn. En hoe kan dit gebeuren? Is het te weinig handhaving? Dat zeker. We hebben vanavond in totaal bij de ingang hier maar 1 politieauto gezien. En er zijn iets van 6 bewakingsmensen voor het hele terrein. Dus, De kermis duurt tot met zondag, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Weet jij of er intern al gesproken is dat er nog dingen aangescherpt gaan worden tot zondag? Voor zover ik weet wordt er waarschijnlijk morgen aangescherpt met politie. Misschien zelfs ME in het ergste geval. In Zwolle heb ik ook een paar dagen gestaan en daar zat het lekker net op Malieveld. Dan staat er ook gewoon ME. Dus, Wat vond je ervan? Ik vind het niet kunnen, ook vanwege corona. Iedereen komt hier om een gezellig avondje te hebben natuurlijk. En als het te druk wordt en mensen gaan zulke rare capriolen uithalen, dan verpesten ze het voor zichzelf, maar ook voor de exploitanten. We hebben 1,5 jaar stilgelegen, dus we moeten ook onze kosten weer terughalen. En ja, dat wordt verpest door zo'n avond, zeg maar.